hartelijk en gezellig. En verder we hebben een hele goede band samen. De eerste keer dat ik op Buckingham Palace ben geweest, was voor de inhuldiging van mijn moeder al. En sindsdien kennen we elkaar en we zien elkaar regelmatig. De laatste keer dat we geweest zijn in Windsor was in juni nog, hebben we gedineerd. Dus we komen elkaar regelmatig tegen. Dus het was goed om de koningin weer dezelfde vorm te zien als we haar vorige keer gezien hadden. En we gaan gewoon iedere keer weer door waar we gebleven zijn. U bent benoemd tot ridder in de orde van de Kousenband vandaag. Hoe is dat voor u? Nou, het is een hele mooie suggestie die ook op de traditie voorbouwt van mijn voorgangers die de Kousenband ook ontvangen hebben. En ik denk dat je het juist in die traditie moet zien die langdurig is tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. En die ook na deze generatie door zal gaan.